Hoi allemaal, goedemorgen. Vandaag is het Aswoensdag. Ja, helaas voor heel veel, alweer het laatste dag van de carnaval. Maar Aswoensdag, ja, het is iets katholieks. Het feest sowieso, carnaval. Aswoensdag, volgens mij halen ze dan het askruisje. Maar wat het precies inhoudt, ik zou het niet weten. Ik heb gelijk wel de associatie met as. Zo'n vieze asbak van vroeger, weet je wel, die overal op tafel stond. Laten we een asbak gaan tekenen. Ja, vroeger met vaderdag deden we die altijd kleien op school. Dan kreeg mijn vader weer zo'n zelfgekleide asbak. Maar hoe zag zo'n asbak er ook alweer uit? Laten we maar eens gewoon gaan tekenen, die asbak. Doe je mee? Dan gaan we de asbak tekenen. Beginnen we met de uitsparingen. Zo. Dit is best wel een beetje lastig, want die moeten natuurlijk een beetje tegenover elkaar komen staan en gelijk een beetje in 3D. En dan moeten we dadelijk natuurlijk ook nog goed uitkomen met die asbak zelf. Dus dat is nog niet zo eenvoudig. Die lijnen eens met elkaar verbinden zo. Asbak loopt rond. Zo, en die lijn recht naar beneden en hier ook. Aan de binnenkant zit natuurlijk ook nog een lijn. Zo. Nou, ik vind dat we zo best een mooie asbak hebben. Een beetje schaduw erin. Zo, hier ook wat schaduw. Ja, vroeger in een café zag je die overal op tafel staan, maar ja, dat is verleden tijd. Dus voor mensen is dit echt alweer, voor heel veel mensen is dit nostalgie, zeg maar. Want je ziet er bijna nergens meer op tafel staan, zo'n asbak. En ja, ik heb vroeger zelf ook wel gerookt, maar ja, ik kan er beter vanaf blijven. Een asbak. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!